Yo mensen, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag gaat dus Chris Mob vechten tegen Achterklap. Wie wil er dan niet zien? Volg deze boy ook even op zijn YouTube kanaal Achterklap. Link zit in de beschrijving mensen. En let's go fight! Yeah! Wat zijn je verwachtingen van Chris, van hoe gaat hij het aanpakken, het gevecht? Ja, die Chris die kan niet eens lopen, maat. Ik denk dat hij de afgelopen half jaar of een jaar bij Prankster gewoon niks heeft gedaan met zijn krukjes. Dus misschien dat hij zijn krukken meeneemt en mij daarmee probeert in elkaar te slaan. Maar voor de rest, die guy die kan niet eens zijn linkerbeen opheffen, jongens. Dat gaat echt niet werken. Oh, rechterbeen. Kijk Chris, hoe schat jij je kansen in tegen Achterklap? Wie is dat? Achterklap. Is dat een nobody? Ik ken die naam helemaal niet. Weet je wel? Wat is dat? Is dat een poesie is het, ja? Hé? Waar is die dan? Die achterpapzak? Hey. Gaat er geen man. Ben je zenuwachtig? Nee. Oké, okay, denk je dat hij drie rondes volhoudt met jou of is het één ronde knockout en klaar? Drie rondes volhouden, man. Hij had net drie rondes vol met een patatje, man. Waar jij het over? Ga je Chris kapot maken? Ja. Oké, heb je hard getraind voor dit gevecht, Chris? Ik heb vanochtend nog een beetje, dus het zit helemaal goed. Hè. Hoeveel tijd heb je nodig om hem af te maken? 30 seconden. Op te rusten. 5 seconden duurt het gevecht. Ik denk dat ik die kleine wel knock-out sla. Hij is maar 1,20 meter of zo, heb ik gehoord. En ik heb een paar video's van jullie bekeken. En ik heb ook wel gehoord dat hij heel graag eet en drinkt. En die Chris die zit wel graag aan de pis. En de schaamhaag, daar haalt je niet genoeg energie uit, maat. Dus ik denk dat die kleine... kapot maken! Helemaal kapot! Kapot! Gaat hij blauwe plekken krijgen of gaat hij gewoon kapot? Blauwe plekken? Het is tussen alle bloed. Dan kun je de blauwe plekken niet vinden. En je weet dat Chris voor 20% uit titanium bestaat. Hè? Hoe ga je daarmee om? 20% uit titanium? Jongen, die kleine... Die bestaat niet eens voor 20% uit water, maat. Mensen bestaan 80% uit water. Chris bestaat 80% uit pis. Je weet dat het nu gevecht is van een lichtgewicht tegen een zwaargewicht. Dus het kan wel moeilijk worden voor jou, hè? Ja, maar het is sowieso laatst. Kijk, vandaag ik weeg 80 kilo en hij weegt 130. Dus ja, dat is ook kut. Maar in ieder geval... kijk, dit komt natuurlijk ook dat hij een zwaargewicht is. Omdat hij elke morgen paardensperm in zijn bek staat te spuiten. Kijk, daar krijgt hij een hoop testosteron binnen en daarom is het zo'n grote jongen geworden. Kijk, heb je getraind voor dit gevecht? Nee, niet nodig. Chris, wat zijn jouw verwachtingen van Achterklap? Wat gaat hij doen? Hoe gaat hij het gevecht aanpakken? Nou, ik denk dat nadat hij zijn eten opgegeten heeft, zijn volle dikke buik heeft hij dan. Dan komt hij aanlopen zo. En dan is het één klapje in de dikke pens van hem. Overgeven. Gewonnen. Heppakee. Chris, ik geef jou 10 euro als je straks verliest. Ja, heppakee. Dat is nog net geld ook. Kijk, dat heb je hè, met zulke jongens. Die hebben geen echt geld bij zich. Die Chris die is ook onverstaanbaar. Volgens mij heeft hij ook nog een spraakgebrek. Van wat hij allemaal zegt, jongens. Ik versta er de helft niet van. Kijk, ik probeer nog als Belg goed Nederlands te praten omdat ik hier ben. Maar die jongen die heeft zichzelf in de jaren nog niet aangepast. Heb jij wel gestudeerd, Chris? Heb jij iets van kennis opgebouwd over de Nederlandse algemene taal? Nee, hè? Dat dacht ik al. En in het gevecht zal het ook niet veel zijn. Het zal een beetje proberen daar te komen. Kijk, ik ben 1,80 meter. En als Chris dan mij gaat stoten, weet je wel, dan gaat hij zo moeten doen. Ja, voor mij is dat easy, jongens. Ik heb hem. Kijk, als het John of Aard was geweest, die Aard was een kleerkast, John. En nu kan hem niet zo goed lopen, maar... Dat was ook moeilijk geweest, maar Chris... Ja, jongens, dit is wel oneerlijk, hè? Ik vind het wel een beetje oneerlijk. Ik win. Yo. Heb je net frikadellen of zo? Je stinkt uit je mond. Je stinkt zelf, Chris. Je stinkt.
Ik ben in mijn tanden gepoetst. Ik ook. Wie stinkt er je? We hebben gewacht natuurlijk. Achterklap tegen Chris. En wie gaat winnen? Hey, in de rode hoek. Chris Mop. En in de blauwe hoek. Met zwarte handschoenen. Achterklap. Erken. Directe hoeken maken, kijk hem op, zwaaien met die armen, bewegen, bewegen. Yes, nu pak hem. Yes. 3, 2, 1, oké. Hey, die kleine is toch wel sterker dan ik dacht, jongens. Oh, die kleine Chris toch. Oh, ik heb een paar goede klappen gevangen, maar die heeft dat wel heel goed gedaan. Maar ik moet eerlijk zijn, ik heb er ook een paar goede teruggeduwd. Maar Chris, dat is toch gewoon een taai. We kapot. Hoppakee! Niks aan het eindje, jongens. Hè? Het advice. Maar hij is een zak patat. Hij is die slappe patat die je haalt bij de shawarma tent. Hè? Die in olie gebakken is. Nee hoor. Applausje voor Ergen. Woe! Goed gedaan, man. Tellen. 1, 2, oké, fight!
essentieel moment wil op gewacht hebben. Het was een spannend gevecht, er zijn rake klappen gegeven, er zit zelfs bloed op de benen. Eerlijk is eerlijk, jongens, ze hebben goed gevochten. Chris heeft een paar keer Erken gepakt, Erken is uit de ring gevallen. Erken heeft Chris een paar keer geslagen. En dan ga ik nu zeggen wie de winnaar is. Ik moet helaas mededelen voor het Pranks team dat Erken is de winnaar! Yes! Maar ik moet wel zeggen dat Chris de terechte winnaar is eigenlijk. We hebben het allebei heel goed gedaan. En er zijn vandaag geen verliezers. Nee, er zijn alleen maar winnaars. Ja, oké, mensen, geef natuurlijk even een dikke duim voor deze twee boys. Wil je deze jongen natuurlijk zien op YouTube? Erken, volg hem op zijn YouTube-kanaal Achterklap. Link zit in de beschrijving natuurlijk. Vergeet niet te abonneren op Pranks, de mensen. En tot de volgende keer! Yeah! Yeah! En natuurlijk, deze winnaar verdient jullie abonnees! Hey! Hey! Maar ik moet wel eerlijk zijn, die Chris is wel een goede jongen. Goeie jongen. Hier jongen. Kom dan! Laat hangen! Het gaat fout! Het gaat fout, kerel! Het gaat fout! Nee! Oh ja, kom hier, pil. Trek die vinger eruit! Oké, trek die oorbel eruit! Trek die eruit!